De klas van vandaag had een toets over MAVO, maatschappelijke vorming. Daarvoor mochten ze een klein spiekbriefje van zo 3 centimeter op 3 centimeter gebruiken. Vraagje 4. Bekijk de gegevens van de tabel heel zorgvuldig. Wat moet je dan doen? De vraagjes beantwoorden die daaronder staan. En het spiekbriefje is eigenlijk een soort van beloning voor de hersenen. Ze gaan eigenlijk leren om een grote hoeveelheid leerstof eigenlijk heel compact te maken. En door daarover na te denken, hoe kan ik dat compact maken, zijn ze eigenlijk al aan het studeren. In het begin was het absoluut niet efficiënt gebruikt. Aldoende zijn ze gaan leren van, ik moet dat eigenlijk correcter op mijn spiekbriefje schrijven, op een goede manier, met een tekeningetje tussennoods, zodat je het op de toets deftig kunt gebruiken. Het is niet omdat je een spiekbriefje gebruikt dat je maximum op je toets gaat halen. Er gaan altijd vragen in zitten dat ze letterlijk kunnen schrijven wat er op hun spiekbriefje staat. Maar heel vaak gaan ze moeten toepassen wat erop staat. Het gebeurt vaak dat ze eentje gemaakt hebben en dat ze achteraf zeggen, ik heb het helemaal niet gebruikt, want wat erop stond kende ik eigenlijk al. Zo leren ze leren.